Duco de Vries, geboren in Medemblik en uitgegroeid tot een fotograaf met een unieke stijl. Ik ga er altijd blanco in. Ik laat los wat ik wil, wat ik ooit heb gedaan. Maar ik ben natuurlijk wel mezelf. Dus dat kleurt het heel duidelijk. Maar ik laat los wat ik wil en moet. En geef de ander het gevoel dat alles kan. Alles gaat over niet zozeer wat ik wil, maar alles gaat over wat er ontstaat. Ik wil vanuit een ontmoeting kunnen werken die eerlijk is in die ontmoeting. Maar soms heeft iemand gewoon zo'n beeld van zichzelf, die zo graag op zo'n manier gefotografeerd wordt, wat ik niet direct zie bij iemand. Ja. Ik heb een andere associatie. Dan fotografeer ik dat wat hij heel graag wil eerst. En dan ga ik daarna door op wat ik volgens mij de kern is van de ontmoeting. En daar maak ik een foto over. Het maken van een foto begint meteen als hij iemand ontmoet. Ik vind het fantastisch om nieuwe mensen te ontmoeten. En te luisteren naar wat zijn de dingen in het leven die hun energie geven. Waar worden zij door geïnspireerd? Ik blijf altijd nieuwsgierig om te leren en te horen van mensen. Als je een vraag stelt, beïnvloedt het antwoord de foto? Ja, sterker nog, de vraag beïnvloedt natuurlijk al de foto. Sterker nog, als je binnenkomt, je kledingkeuze, wat je 's ochtends besloten hebt om wel of niet aan te trekken, beïnvloedt al het eindresultaat. Okay. Dat je kortaf bent of vriendelijk, ben je zacht, maak je klein of maak je groot, beïnvloedt al. Hij werkte 10 jaar voor You Medemblik en heeft daar veel verschillende mensen ontmoet en vastgelegd met allemaal een ander verhaal. Nou, ik zou dus direct denken aan Douwe Bob. Ik zou denken, waarom Douwe Bob? Want Maai speelde in Dijkpot, fantastisch festival. Dus hadden ze bedacht, dat is leuk om hem te interviewen en te fotograferen. Maar de deur gaat open en hij staat boven aan de trap. Ja, kom maar boven hoor, ik ben nog even bezig met scheren. En ik loop naar boven en de fotoshoot en het gesprek begint gewoon bij hem in de badkamer terwijl hij staat te scheren. En dat is, zo is die hele shoot verder gegaan. Volstrekt organisch, gewoon go with the flow. Het is perfect omdat iemand, hij stond daar tegenover me, was ook bereid net zoals ik erin te staan. Zonder per se een heel helder doel te hebben. Zo wil ik me presenteren. Een van de leukere foto's vond ik persoonlijk de foto van iemand die een snor op zijn gezicht drukte en daar een guitig gezicht onder trok. Ah, die was fantastisch. Ja, dat is Steven Hart. En die heeft een leuke bijbaan. Inmiddels niet meer, want hij is de hulp Sinterklaas. Ja. Dus wat een lol was met deze lieve man, om natuurlijk die liefde voor de kinderen, waarom hij het zo boeiend vindt, te bespreken. Zonder nu alles vrij te geven, te zeggen, oké, Steven Hart, Sinterklaas, dat is te plat. Te verklappen heb ik steeds in die 4 foto's die ik altijd op mijn beschikking heb bij You Medemblik, of had. Steeds een onderdeel van het Sinterklaas outfit terug laten komen in elke foto. Subtiel, verborgen. Ja, superleuk was het. Ik zit een klein beetje van me af te rijden. Dat is het. 1, 2, 3. Als je aan hem vraagt op welke foto hij trots is, kan hij daar moeilijk antwoord op geven. Maar toch heeft hij voor ons een aantal foto's van hemzelf opgehangen. Dat is dan gewoon omdat er iets gebeurde in de ontmoeting, wat ik volgens mij gaaf heb neergelegd. Wat ik heb gezien, herkend. Ja, dat zijn beelden die volgens mij echt passen met wat ik daar ontmoet heb. Uitgesproken, in haar energie ook, hebben ze zich voor mij overgegeven aan dat gewoon wat er was. Zij hebben ook losgelaten van wat zij, wat ze per se wilden zijn of zoiets. Maar gewoon waren, gewoon simpelweg zijn. En wat zijn zijn plannen voor de toekomst? Er zijn ontzettend veel plannen die ik nog heb. Heel veel plannen voor nieuwe dingen, nieuw project, maar vooral fotograferen. Heel veel bladen, bedrijven. Dus ik scheur gewoon lekker in mijn autootje rond in Nederland en her en der klop ik aan om weer te fotograferen. Ja. Ik besta nu bijna 25 jaar en het zou super tof zijn om, dat is eigenlijk mijn diepe wens, als ik 25 jaar besta dat als fotograaf, dat kan, ik wil een jubileumboek uitbrengen met een jubileumexpositie. Het lijkt me super mooi om dat op Kasteel Radboud te hebben in Medemblik.
En daar een mooie expositieruimte van zien te maken. Mensen daarvoor te uitnodigen die ik al heel lang samenwerk. Maar ook heel veel mensen van buitenaf. Dat lijkt me heel boeiend om mensen van buiten over kennis te maken met het prachtige Medemblik. Maar ook zoiets op een niet voor de hand liggende plek als een foto-expositie daar te houden. Oh, ik vind het wel geweldig.